zie hem al. Ja, volgens mij is het daar. Zet me daar maar neer. Maar zachtjes graag. Stel je voor, daar wonen de Capuletti en daar wonen de Montecchi. Twee verschillende families die al jarenlang dikke ruzie hebben. Tot de dag van vandaag is er nog steeds geen oplossing. Maar dan is er een buurtfeest. Iedereen is uitgenodigd en iedereen komt. Uit dat huis komt de bloedmooie jonge man Romeo gelopen. En uit dat huis komt de bloedmooie Julia gelopen. Ze zien elkaar en worden meteen op slag verliefd. Hun families die hebben natuurlijk al jarenlang ruzie. Dus die liefde is gedoemd te mislukken. En dan is het feest. Hier op straat. Er wordt gedanst. Twee families dansen een duel. Een riddergevecht met zoveel spanning en uitdaging. Ze slaan elkaar nog net niet dood. Je raadt het al. Dat verhaal is natuurlijk op muziek gezet. Door een Rus. Prokofjev heet hij. 80 jaar geleden. Zou het niet fantastisch zijn om hier in de Kivuk het verhaal van Romeo en Julia na te spelen. Met het Rotterdams Philharmonisch Orkest op de stoep. En dan niet met van die zwarte pakjes aan, maar sharp dressed zoals alleen Italianen dat kunnen. De ene helft van het orkest Montecchi, andere helft van het orkest Capuletti. En dan de muziek van Prokofjev. The Dance of the Nights. Ik zie het al helemaal voor me.
Die Prokofjev, tjonge jonge, wat een muziek! Het is natuurlijk al een prachtig verhaal geschreven door Shakespeare, ook niet de minste. Maar Prokofjev heeft het zo intens en opzwepend verklankt. De spanning was om te snijden bij die ridderdans die we net hoorden. De romantiek van de balkonscène zorgt er haast voor dat je zelf verliefd wordt. En het tragische einde laat geen mens onberoerd. Zelfs ik moest een zakdoekje pakken. Hè? Ik dacht even dat ik Julia zag. Prokofjev leefde in het communistische Rusland. Er was daar een soort muziekpolitie die bepaalde wat je wel en niet mocht schrijven. Want sommige verhalen werden niet op prijs gesteld. Prokofjev was slim, ging naar het buitenland om zo de politie te ontkomen. En om te schrijven wat hij wilde schrijven. Maar uiteindelijk kreeg hij heimwee en ging hij toch terug naar Rusland. En daar moest hij natuurlijk doen wat de muziekpolitie hem opdroeg. Uiteindelijk stierf hij op dezelfde dag als Stalin, de baas van Rusland en dus de baas van de muziekpolitie. Hey, waar ga je naartoe? Op zoek naar het volgende verhaal. Was leuk, Defano, maar we moeten verder. Kom je dan ook wanneer we Romeo en Julia gaan spelen? Dan krijg je ook een rol, oké? Ja, leuk.